De verkopers van alcohol, dat zijn er nogal get. Denk maar aan caféhaaiers, restaurants, maar ook sportkantines en gemeenschapshuizen. En natuurlijk de winkeliers. Allemaal die mensen kregen binnenkort te maken met nieuwe wetgeving. De gemeente Remmen heeft alvast een onderzoek laten doen om het huidige beleid onder de loep te nemen, maar ook om te proeven waterlijf aan woorden knelpunt te zetten. Wie lang mag een sportkantine op zijn? Of wie weet mag een gemeenschapshuis gaan in de verkoop aan de bar? Maar ook, wie geeft ze om met minderjarigen die geen alcohol mogen kopen, maar dat natuurlijk wel proberen? Ja, dat betekent natuurlijk voor eigenaren van winkels, van horecagelegenheden, van sportkantines, betekent dat nogal wat. En wij willen, voor we een verordening maken waar dat allemaal in staat, die wijzigingen en de uitwerking daarvan, eerst eens de mensen zelf horen hoe ze er tegenaan kijken. Denkt u dat er problemen ontstaan daarom? Nou, ik denk dat het nog wel eens mee kan vallen, omdat er al heel lang discussie is op dit punt. En wat ik constateer is dat ook toen het nog 16 jaar was, men toch wel steeds meer beseft dat het alcoholgebruik in de perken moet blijven. Omdat het gewoon ook heel schadelijk is, met name voor de leeftijdsgroep, hè, want daar gaat het om. De jonge jongeren, die moeten we beschermen, want we weten dat de volksgezondheidsgevaren heel groot zijn. En dat beseft men steeds meer. Dus ik denk dat het ook dat er volop medewerking komt om dit in te voeren. Iedereen die alcohol verkoopt heeft sowieso een beetje zijn eigen belangen natuurlijk. Hè. Dat geldt voor een sportkantine, dat geldt voor een winkelketen, als ook de commerciële horeca. Vanavond bleek wel af en toe dat wel eens met elkaar kan conflicteren. Hè? Ja, dat is ook. Het is natuurlijk duidelijk dat wanneer je een horecagelegenheid hebt in een kern, en de harmonie of de sportclub heeft een eigen lokaal en daar wordt volop in getapt, ja, dan is het wel duidelijk dat er spanningen kan ontstaan. Maar hier was vanavond ook wel begrip voor het feit dat als er geen enkele voorziening is, het toch wel mogelijk moet zijn om ook in een kantine een bepaalde horecavoorziening te hebben. En dat neemt u ook allemaal mee in het hele beleid, om te kijken van ja, waar is dat mogelijk, waar kan het wel, waar kan het niet? Ja, gaan we zeker doen. Er moet echt maatwerk geleverd worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in een kern, waar helemaal geen enkele horecavoorziening is, dat je daar niet iets zou mogen doen wanneer je een harmoniezaal of anderszins een sportkantine of zo hebt. Maar we zullen dat moeten wegen, maatwerk leveren. Het valt me inderdaad op dat u inderdaad heel erg vraagt aan de mensen die alcohol verkopen van kom zelf eens met voorstellen. Een van de reacties was, ja, wij wachten met beleid af en gaan daar graag op reageren. Dat is altijd moeilijk natuurlijk. Ja, maar ik heb dus met mijn eigen gemeenteraad te maken en daar is uitdrukkelijk in gezegd, burgemeester, houd er rekening mee, die wetgeving komt eraan. Praat met de mensen in onze stad, met de ondernemers en alle betrokkenen in onze stad, voor wij als raad een verordening krijgen aangereikt. En ik doe dat heel graag. Het is ook leuk om de ondernemers en anderen die ermee te maken hebben te ontmoeten. Dat geeft ook weer een stukje binding en samen op weg is altijd beter dan alleen op weg.